Hallo iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik mijn wenkbrauwen doen. Ik ga jullie laten zien hoe ik ze epileer en hoe ik ze bijteken en wat ik allemaal gebruik. Vandaag heb ik een wenkbrauwborsteltje nodig. Ik heb mijn pincetje nodig. Ook een heel fijn haarschaartje. En op het einde heb je natuurlijk een productje nodig om je wenkbrauw perfect in model te brengen en bij te tekenen. Dit is al de naversie. Kijk snel verder naar mijn video, dan zien jullie ook de voor, hoe ik het doe en welke tips ik jullie geef. Ik heb hier ook een heel erg uitgebreide blogpost over geschreven, dus kijk onderaan in de description box een keer naar de link naar mijn blogpost. Veel plezier met uittesten en ik hoop dat ik jullie een paar dingen kan meegeven en kan bijleren. Dag! Hallo iedereen, ik wou heel graag nog eens voordoen voor jullie hoe ik mijn wenkbrauwen epileer. Hoe ik ze bijteken, dus hoe ik volledig van een voor naar een na ga. Ik heb ze een beetje laten groeien, ik vind ze momenteel iets te breed. En als ik ze een beetje uit de plooi leg, zijn ze ook te lang, ongelijk en iets te borstelig, iets te rommelig. Dus ik ga nu stap voor stap voordoen hoe ik mijn wenkbrauwen in model breng. Eerst en vooral moet je je wenkbrauwen eventjes kammen. Zien dat ze allemaal goed naar boven zijn, dan kan je zien onderaan waar de haartjes fout in de lijn staan, welke haartjes die weg moeten en welke niet. Ik neem mijn pincetje, ik leg het zo plat tegen de huid, ik span mijn huid op en dan trek ik de haartjes weg. Ik werk heel snel, omdat je dan ook donshaartjes wegtrekt. Ik ga echt het volledige onderste laagje weghalen, omdat ik vind dat ze momenteel wat te breed zijn. Ik ben vrij gevoelig vandaag. Anders zat het best wel mee. Vooraan is mijn wenkbrauw breder natuurlijk. Daar ga ik ook een heel rijtje van wegnemen. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat je wenkbrauwen vooraan in een mooie rechte lijn geëpileerd worden. Tot op het hoogste punt. En dan pas ga je terug naar beneden in een rechte lijn. Zien jullie al een verschil? Zien jullie, als het onderste lijntje weg is, dat de ruimte tussen mijn oog en mijn wenkbrauw veel groter wordt? Dus je oog wordt ineens gelift. Het is een mooie rechte lijn. En wat ik dan doe, is mijn haartjes in de tegenovergestelde richting kammen, om te zien welke echt veel te lang zijn. En dan ga ik deze gewoon afknippen. Ik gebruik hier een heel scherp, echt een haarschaartje voor. Op het einde van mijn wenkbrauw, hier, groeien bij mij ook een aantal haartjes. Die neem ik ook weg, omdat anders mijn haartjes te triestige look gaan geven. Omdat het veel te hard naar beneden loopt. Wil ik het dan een beetje bijtekenen, dan trek ik het altijd wat rechter door en niet te veel naar beneden. Als je al een deel van je tweede wenkbrauw gedaan hebt, kijk altijd even van op een afstand. Kijk of ze gelijk zijn en waar je verder moet epileren. Zodat je niet met ongelijke wenkbrauwen eindigt. Epileer natuurlijk ook mooi alles tussenin.
Het is heel belangrijk dat je wenkbrauwen niet te ver uit elkaar staan. Hoe verder ze uit elkaar staan, hoe breder je neus op lijkt. Ik epileer ook nooit boven mijn wenkbrauwen. Als je boven je wenkbrauwen epileert, ga je meer die trieste blik creëren. Wanneer kan dit wel? Wanneer je echt heel erg donkere haren hebt of wanneer je heel veel donshaartjes hebt, dan kan je die donshaartjes wel verwijderen, maar dan zou ik ze eerder verwijderen met wax. Dan kam ik ook weer mijn wenkbrauw tegen de richting in. En deze kant die knipt gemakkelijker. Dat is met de hand mee. Een klein beetje rood onderin. Kan je altijd een klein beetje dagcrème voor de gevoelige huid aanbrengen. Maar mijn huid is het wel vrij gewoon van te epileren, dus die roodheid die verdwijnt wel heel snel. Voilà. En dan kan je ook altijd je wenkbrauwen bijtekenen. Voor een doordeweekse dag vind ik dit niet noodzakelijk, omdat ik wel vrij volle wenkbrauwen heb. Ik heb niet heel veel gaatjes daarin, maar in het weekend doe ik dit wel heel graag. Voornamelijk wanneer je oogmake-up, je oogschaduw, vrij donker en opvallend is, dan valt je wenkbrauw een beetje weg. Dus dan moet je je wenkbrauw ook net iets donkerder en opvallender maken. Mijn favoriete product om mijn wenkbrauw bij te tekenen is deze Deep Brow Wax van Anastasia. De kleur taupe, die is niet te donker voor een gewone doordeweekse dag. Ik gebruik liefst een wax, omdat deze waterproof is en omdat deze heel erg dekkend is en heel erg langhoudend. Ik gebruik daarvoor een schuim penseel. Ik neem een beetje product, ik wrijf op mijn hand om het overtollige weg te halen en dan hou ik mijn penseel schuin onder mijn wenkbrauw. Dan teken je je basislijn waar je wil dat je wenkbrauw begint of eindigt. En dan bovenaan de punt. En dan zonder nieuw product bij te nemen, vul ik het begin van mijn wenkbrauw op, omdat dit niet te donker mag zijn. En dan kam je je wenkbrauw even door. Voilà, dit vind ik de gemakkelijkste manier en de snelste manier om je wenkbrauwen bij te tekenen. Met een potloodje gaat het natuurlijk ook, dan is het iets minder fel, iets minder donker. Dit is het eindresultaat van mijn bijgetekende wenkbrauwen. Wat vinden jullie ervan, van de voor en de na?